Nou, er gaat meer geld uit aan mijn konijnen dan wat ik maandelijks zelf heb. Dit is Stamper. Dat is mijn aquarium. Dat is ons andere konijn, Lobbes. Daar heb ik nog een kat. Ik vind dat een dier gewoon alles moet hebben wat hij nodig heeft. En als ik daardoor zelf een boterhammetje minder moet eten, vind ik dat niet erg. Dus als hij niet wil eten, dan moet hij naar de dierenarts. Nou, die rekening komt dan tussen de 100 en de 150 euro. Voordeliger dan als ik het iedere maand zelf of iedere week zelf moet betalen. Mensen die bijvoorbeeld niet heel breed hebben, zou ik beter aanbevelen om een huisdierenverzekering te nemen, want dan heb je zelf niet die torenhoge kosten. Maar als jij een heel gezond dier hebt, wat eigenlijk nooit wat heeft, zou ik het niet aanbevelen. Bedankt voor het kijken naar deze video. Wil je meer van dit soort video's zien? Download dan onze app of kijk op onze site rtlnieuws.nl.